Hoe mooi is dit? Goedemorgen, we zijn vandaag woensdag in het buitenland. Het is echt een minder akkoord ongeval op de straat. Terwijl er duizenden mensen passeren, dus ze verstaan toch geen bal van wat hij zegt. Dit is hier mijn eerste volledige dag in Oslo. Het is nu 10:40, wat al een beetje laat is, maar ik zat maar rond 12:30 denk ik. Als het niet later was en mijn bed. Dus dat mag wel. Ik ben nog altijd een klein beetje moe. Ik heb ook super veel dorst. Maar het komt allemaal in orde. Dus straks ga ik op zoek naar een supermarkt. En wil ik dat zeg, passeer ik langs een supermarkt die dicht is aan mijn idee. Ze zijn hier trouwens aan het werken, dus dat is iets minder handig. Want dan hoor je 's morgens heel veel geboren. En klop. En dat is niet zo fijn op vakantie. Ik heb net een hele wandeling gedaan. Ik heb nog altijd niks gegeten, dus ik heb wel wat gewoon en zeker heel wat dorst. Maar ik ben gewoon terug naar Oslo gewandeld. Een hele tour in Oslo. Waar kom je uit? Eihostel. En ik had het nog niet eens door totdat ik de letters van mijn hostel zag staan. We gaan nu een andere tour doen en hopelijk komen we ergens uit. Op de wegen ligt er geen sneeuw meer, maar zo op het gras wel nog af en toe. Maar ik denk dat een heel groot deel gewoon opgeruimd is. Jammer genoeg. Want daar heb je zo van die vieze zwarte sneeuw. Middag eten. Eindelijk. Dus de eerste keer denk dat ik iets sinds ik in Oslo ben. Echt waar. De McDonald's is milieuvriendelijk. Het zijn geen wegwerpreutjes. Allee, het is wel een wegwerpreutje, maar het is niet van plastic. Het is van papier of van karton. Mooi wat daar een gebouw, het Oslo Opera House. Dag jongens en meisjes, ja, dat is misschien niet geloven, maar ik sta op het dak van het Opera House. Echt super cool dit. Wel een redelijk toeristische plek, maar dat maakt het uitzicht niet te minder mooi. De ervaring wel een klein beetje minder. In de winter is het wel op letten geblazen. Want het is een redelijk schuin stuk om naar boven te gaan. En er liggen hier en daar wel nog ijsplekjes. Zelf op zo'n warme dag als vandaag. Mocht je trouwens geen erg fan zijn van de schuine stukken op het dak, er is ook een gewone trap naar boven. Maar ik vind het schuine stuk wel leuk, want dan heb je zo meer het gevoel dat je op een dak loopt.
Hier ligt ook nog vol ijs. Daar is mijn Instagram fotoshoot bezig of zoiets. En die mevrouw heeft een sporttop en een broek aan. Het is echt super koud. Het is wel grappig. Niemand loopt zo. Nu zijn ze de foto's aan het bekijken. Zo grappig. Ik zit nu aan punt 9. Ik kom van punt 10 of 11. We gaan nu nog een stukje stap nemen. Dus het promenade stuk. En langs hier zijn er een aantal joden vertrokken. 532 joden. Waarvan dat er 9 Wereldoorlog 2 hebben overleefd. Wat een mooi en het rustig en sterk tegelijk. Dus daar rijd je naar Stockholm. Want langs daar kan je naar Kopenhagen. Er staan hier stoelen. Dit is het fortress. En ik sta aan de exit. Handig. We gaan zien of ik erin raak of niet. En anders kom ik overmorgen wel terug. Het is een plein. Ja, trolley. Eltjes. Love the graffiti. I'm punt 7. Ik kom dus van hier en nu zitten we hier. Dan moet je nog naar daar. Ik heb dringend iets nodig om te drinken, want ik heb zo dorst. Ik heb nog altijd geen 30 supermarkt gevonden. Ach ja, of ik kijk niet goed, dat kan ook. Hier achter mij is het Nobel Peace Center. Ik ben nog altijd de havenlijn aan het doen. Sudan punt 6. Hier. Het handige is dat het in het Noors en het Engels erop staat. Dit was vroeger trouwens een treinstation, maar nu dus het Nobel Peace Center. En hier werd ook de Rose March gehouden na de terroristische aanval op 22 juli 2011. Heel interessant vind ik wel, die borden. 2020, dus volgend jaar, komt hier trouwens het Nationaal Museum. Het zal er mooi uitzien. Hier heb je een aantal ferries die ik niet ga nemen.
naar daar vertrekken naar Wolt. Omdat het is het openbaar vervoerssysteem, dus misschien doe ik het wel. Ik kom vandaag. Ik ben benieuwd. Het is zo erg eigenlijk. Het 70 jaar, ja, is gehalveerd. Vis. Dat was net een kou. Of zoiets dit kapot aan het pikken, dus mensen, smijt het alsjeblieft weg. Ik heb expres deze super grote trap gedaan om dit te pakken. Het is zo ongezond voor die vogels om dat op te eten. Waarom smijten daar mensen gewoon niet in de vulbak als je weet dat er super veel vogels rondvliegen? En het staat letterlijk om de twee banken een vuilbak. Het is zo ongezond om voor die vogels om daarin te pikken. Hier kan je Belgische wafels kopen. Hoe Belgisch ze zijn, dat weet ik niet. Maar als je er zin in hebt, hier langs de kaai, in dat kraampje, kan je er kopen. Ben ik hier? Het begin van dit stuk. Ik ben aan het Astrid Family Museum of het Museum van Contemporary Art. Dat is gelegen op een klein eilandje. Het heeft echt een super mooi gebouw. Ik heb net een super leuke foto maken van een koppel met die omgekeek om. Dus dat is een beetje raar om het nog te doen. Ach ja. Hoe mooi is dit? Daar in de verte is er trouwens een ferry die toekomt. En hier is er een stukje kunst. Dit is het laatste punt die ik ga doen vandaag, nummertje 5. Dus ik ben deze weg van hier helemaal tot hier gewandeld.